Mitchell van Bergen zit midden in zijn tweede seizoen bij SC Heerenveen en speelde onlangs al zijn 50ste eredivisieduel voor de Vriezen. Een mooie mijlpaal en wij blikken samen met de aanvaller terug op zijn mooiste momenten. Een wissel. Van Bergen gaat zijn debuut maken voor Heerenveen en Flap gaat eruit. Mijn debuut. Hier nog een jong kopje en mooi moment voor mij om mijn debuut te maken. Ik dacht van een paar dagen van tevoren binnengekomen bij Heerenveen. En snel bij de selectie en debuut maken. Ja, je kwam natuurlijk jonge leeftijd bij Heerenveen, maar je had ook al wat ervaring. Ja. Had je verwacht dat je toen ook al gelijk gebracht zou worden? Toen op het moment dat ze zeiden dat ik eigenlijk gelijk de eerste wedstrijd meeging. Dus dat was 3 dagen na het transfer volgens mij. Toen had ik wel het gevoel van dan willen ze echt wel tempo erachter zetten en mij erop gooien. Ja, gelukkig was dat ook zo, ik mocht gelijk mijn debuut maken. Dan sluit Van Berg aan en die is heel snel. Sinkgraven moet in de achtervolging. Ja, Ajax. Ajax uit die 4-4 wedstrijd. Een goal meegepikt. Ja, een hele mooie wedstrijd om mee te maken. Sowieso als voor mij als persoon. En voor het team was deze ook wel erg mooi. Ja, want hij eindigde toen in 4-4, want het had ook nog wel 5-4 kunnen zijn. Hè? Ja, Abbe die bal had afgemaakt. Nou goed, 4-4 in de arena is ook niet slecht hoor. Van Bergen. Flap, lekker meegegeven. Van Bergen en het is 4-1. Daar is zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Ja, ook leuk. Tegen een soort van mijn oude club. 2 goals. En dat waren ook mijn eerste 2 goals. Dus ja, dat is altijd wel leuk om over te praten. En daar blijft me zeker altijd bij. Wat doet Van Bergen? Van Bergen voorlopig zelf. Van Bergen van richting veranderd vliegt hij erin. En maakt hij na zijn eerste, dus ook maar meteen zijn tweede in de Eredivisie. Als ze er nou eenmaal in liggen, dan volgen er meer. Dat wordt altijd gezegd en het klopt ook. Ik heb daarna nog een paar goals mogen maken in andere wedstrijden, dus daar ben ik al blij mee. Van Bergen, versnelling, profiteert van de glijpartij, moet het zelf doen, doet het ook. 2-2, Mitchell van Bergen tegen Vitesse. Vitesse thuis, die kon ik niet missen. Leuke paas van Sven, goede actie en ik maak hem rustig en beheerst af. Tegen mijn oude club. Ja, maar was dat extra lekker? Ja, toch wel. Ja, ik heb gewoon een verleden bij Vitesse, daar heb ik ook achter me gelaten. Ik heb daar niet tot spelen toegekomen, heeft misschien ook met mezelf te maken. Het is een hele mooie, goede club, alleen ik heb daar de kans niet gekregen. En voor mij persoonlijk is dit toch wel de goal die me goed heeft gedaan. Ja. Ja, en ook die hele wedstrijd was wel heel bijzonder, hè? Ja, klopt. Ja, we komen daar ook gewoon 2-0 achter. En Fijk die voor rust de penalty binnenschiet. Dan weet je dat je sterk uit de kleedkamer gaat komen en dat je die wedstrijd nog gaat kantelen. Dus ja, dat is ook gebeurd. Dreyer buitenkantje voet. Oh, Odgaard! Prachtig! Prachtig gedaan! Ja, nu dus meer dan 50 wedstrijden er alweer op zitten. Snel gegaan? Ja, best wel. Ik heb een hele leuke tijd. Vanaf het begin al een hele leuke tijd gehad en nog steeds een leuke tijd hier. Dus het is heel snel gegaan. Van Berg, hoog door de benen. Naast dat Mitchell inmiddels dus aardig wat minuten heeft mogen maken, heeft hij in ieder geval ook de meeste panna's van de huidige selectie gemaakt. Ja, dat is ook wel leuk. Ja, dat lukt me wel vaak. Ja, ook wel specialiteit, denk ik. Ja, kun je wel zeggen misschien. Ja. Wat was de mooiste, weet je dat zo? De mooiste panna die ik heb gemaakt is... moet ik goed nadenken. Ik denk tegen Zwolle thuis. Ik kan ook nog één geheugen. Ik weet niet of jij die zo weet tegen Fortuna Sittard vorig seizoen uit. Oh ja, met die goal. Ja, die staat er ook zeker nog in, ja. Ja, dat was een actie en ik maak pannen en ik schiet hem in het dak. Van Bergen erg gemakkelijk langs bij Pinto van Bergen, wat een mooie goal. Nou, op naar de volgende 50. Klopt. Zie jij dat ook zo voor?
Ja, 100%. En ik denk dat dat ook zeker, dat gaat ook rap. Dus, ja. Heel veel succes. Dankjewel.